Morning has broken like the first morning. Goedemorgen, Bartje. Wakker worden. Nee, we moeten Tilburgse mensen gaan testen op hun gastvrijheid. Ik kon net Tilburgse. Wel waar. Wakker worden. Half acht. Nee. Afleiding is zo leuk. In Afwijkend gaan Cup of Tea verslaggevers de gastvrijheid van Tilburgse wijken beoordelen. Dit doen ze op een bijzondere manier, namelijk door iets terug te doen voor de maatschappij. De vraag is echter tot in hoeverre de inwoners dat kunnen waarderen. Het is Afwijkend en vandaag zijn we in... In Oud-Zuid. Goedemorgen Oud-Zuid. Zonnige oude Zuiden. Ja. Oud-Zuid. Ooit heb gehoord. Ja, het is vroeg, ik moet ook even op gang komen. Nou, wat gaan wij doen in Oud-Zuid? Nou, het is nog vroeg en ja, wij hebben natuurlijk ook honger, Tim. Hè? Ja, en op zo'n druilerige dag als vandaag ja, wil iedereen eigenlijk gewoon het liefst in zijn bed blijven liggen. En daarom gaan wij voor de mensen van Oud-Zuid een heerlijk ontbijtje verzorgen. Ja. Het is 8:00 in de ochtend. Best een onschappelijke tijd. Ik zou zeggen, laten we aan de slag gaan. Ja, laten we aan tafel gaan. Hagelslag gaan. Tilburg Oud-Zuid. Met 40.000 inwoners is het bijna 20% van onze stad. Misschien ook wel de harde kern van Tilburg te noemen. Vroeger stonden daar 3, maar tegenwoordig nog maar 1 Broekhovense kerk. Verder is er het stadspark de Oude Dijk en de Piershaven. Oud-Zuid dus. Waar iedereen een oogje in het zeil houdt, men graag buiten zit en je eigenlijk je eigen parkeerplaats zou moeten hebben. Enfin, het echte oordeel, dat kun je pas vellen wanneer je er zelf middenin duikt. Op de bank? Nu al? Ja, een krantje te lezen of zo. Maar ja, zou ze al een beet hebben? Dat weet ik niet. Laten we kijken. Wij worden vragen dat we voor u een ontbijtje mogen maken. Dat is heel vriendelijk, maar ik moet nu gaan, dus helaas. Helaas. Ja. Goedemorgen. Okay. Heel goed. Even zo te pakken hoor. Goedemorgen. We zouden graag een ontbijtje maken voor u. Liever niet vandaag. Liever niet vandaag? Nee. En als we morgen terugkomen? Nee. Ook niet. Oké. Okay. Nou, ja. Prettig ochtend nog, hè? Ja, dank je. Kan ik niet zeggen, maar we waren wel in het pyjama, jongen. Ja, dat wel. Willen jullie met ons ontbijten? Nee, we moeten naar school. Oh. Je mag best pijpelen voor een keer. Oké. Ben benieuwd. Anders wacht hij wel even, want het regent toch niet of zo. Hallo! Ik stond te douchen. Ja, nou, we zouden heel graag een ontbijtje voor u maken. Een ontbijtje voor mij maken? Ja. Nou ja, waarom niet? Echt waar? Ja, dat ken wel. Oh, echt. Gelukkig. Ja, mijn dochter is thuis, die is ziek en maar dat ken wel. Nou, die lust vast wel een lekker ontbijtje. Die lust vast een lekker ontbijtje. Nou, dan kom bij binnen. Ja. Kijk eens aan. Er komt een ontbijtje gegeven voor ons. Ja, dan gaan wij een lekker ontbijtje maken. Kijk eens aan. Zullen we bepaalde dingen die... Dit is alles. Oh kijk, helemaal vol. Wij zijn helemaal makkelijk. Hier voor de postkast. Ja. Precies. En ik dacht net dat u vanmorgen al gewerkt heeft. Ik heb al gewerkt vanmorgen. Maar wat doet u dan voor werk? Schoonmaak. En zo vroeg al? Ja. Is dat niet vervelend zo vroeg op? Of waar bent dat? Nee, ik vind het heerlijk om vroeg op te staan. Dan heb je de rest van de dag heb je je ding. Kun je lekker... Ja. Nou. Ik kan lekker mijn eigen ding doen. Dat is wel fijn, dat is wel fijn. En voor mijn dochtertje zorgen. Oké, ja, zeker als ze ziek is toch? Dan is het toch fijn om wat. Want wat heeft ze precies? Ik denk een keelontsteking, maar ze heeft een paar zetpillen gekregen vanmorgen en vannacht, dus het gaat beter niet. Oké, ja, dan.
hebben we een oven waarin we het broodje afgemaakt. Ja, die heb ik al aanstaan. Oké, twee maar warm te worden. Ja. Is dan niet een idee, Tim, dat wij tafel lekken? Ja, is goed. Zullen we wel moeten, toch? We hebben vier borden nodig, neem ik aan. Ja, als we ze willen eten. Nou, dankjewel. Wil je een jam broodje? En wat voor jam wil je? Wil je deze jam? Nou, dan ga ik jou een broodje maken. Wil je een broodje of wil je een croissantje? Dan maak ik jou een croissantje met jam. Komt eraan. Ja. Ik heb speciaal voor jou een croissantje met jam gemaakt. Speciaal voor jou een croissantje met kaas. En voor de rest, ja, tas toe zou ik zeggen. Cafeetjes, ga je al naar cafeetjes? Ja, heel veel. Ik ga naar 1000. Naar 1000 cafeetjes? Ja. Gezellig hoor. Je houdt wel van een feestje? Ja. Ja? Dat heb ze van mama, denk ik. En mama soms op bed tegen als ze heel moe is. Dan wil ze niet met jou naar het café toe? Nee. Dat is wel jammer hoor. En daar. Dan ga ik toch even alleen naar café. Oh, dat is wel goed. Mm. Gewoon als reserveplan. Hey Bart. Ja? Zullen wij eens even gaan afwassen, jongen? Ja, wij zullen afruimen, afwassen. Ja, we doen wel alles. Ja, het we komen hier niet aan om... Compleet ontbijtservice. Ja, we doen wel alles. U heeft al schoon moeten maken vanochtend? Ja. U heeft al schoon moeten maken vanochtend? Ja. Dan moeten wij ook nog schoon gaan maken deze ochtend. Heb jij ook al schoon moeten maken? Wat heb jij schoon moeten maken dan? Oh. De kast. De kast. Heb je kast schoongemaakt. En natuurlijk, je tandjes en je handjes. Want je hebt de tanden natuurlijk wel gepoetst. Oh-oh. Oh-oh. Nee! Ja, dat moet je niet doen. Nou, hoe vonden we het, zo'n onverwachts ontbijtje? Gezellig. Gezellig? Ja? Mogen we vaker terugkomen? Ja, natuurlijk. Kijk. Dan ben ik ook. Ja, dat horen we graag. Alleen dan is later, dan kunnen we... kunnen we een borreltje bij doen. En dan is Kate beter, toch? Ja. Veel succes eigenlijk met de dokter. Doei, dank voor de gasten. Bedankt. Doei. 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 Kom. Leuk dat. Doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Zouden we voor jou een ontbijtje mogen maken? Nee, dank je. Nee? Nee, ik heb net 40 graden op school. Goedemorgen. Goedemorgen. Zouden we even jou een ontbijtje mogen voorschoten? Sorry. Nee? Nee, ik heb een heel zware dag gehad, sorry. Ja, dat is juist extra lekker. Kun je weer in bed kruipen, kom wij het zo brengen. Nee, sorry man. Ja? Sorry. Misschien huisgenoten van jou die nog moeten ontbijten? Nee, want het zijn Portugezen en daar heb je niks aan. Nou, dat is duidelijk. Helaas. Dan gaan we met de buur proberen. Goed. Dankjewel. Hoi. Goedemorgen. Zouden we voor u een ontbijtje mogen maken? Nee, dankjewel. Nee? Nee, dankjewel. Dan wensen we nog een prettige ochtend. Ik wil niet dat dit uitgezonden wordt, hè? Nee, waarom niet? Ik vind dat je niet zomaar het recht hebt om bij mij de deur, als ik de deur open doe, met een televisie in mijn gezicht te zetten. Maar er is ook geen televisie meer, er is een camera. Goedemorgen. Goedemorgen. Tim, dit was volgens mij de hardste afwijzing die we ooit gehad hebben. Oké, nou, wat is het probleem? Ja, we hebben een uurtje of vier wat rondgelopen. En we hebben broodjes over, want we mochten nergens binnen. Op één gezin na. Ja, en naar de rand bij niemand meer. Nee. Dus ja, en aangezien we een ontbijt aanbieden en geen lunch. En ik ook in Oud-Zuid woon. Ja, hebben we dus bedacht. Ja, nou, dan gaan we maar lekker samen ontbijten. Verder ontbijten, want wij waren eigenlijk nog niet klaar hoor. Nee. En ja, we hebben natuurlijk nog steeds honger na een dag hard werken. Dat snappen jullie zelf ook wel. Dus, gaan we het zelf maar opeten. Ja. Ik zou zeggen, smakelijk jongen. Was jij een beetje jus? Ja, maar een beetje. Tim.
wat vond jij van Oud-Zuid? Ja, ik woon natuurlijk zelf, dus ik kan daar wel moeilijk over oordelen. In ieder geval, het is wel een beetje een teleurstelling. Nou, dan zal ik een oordeel geven. Ik denk dat er nog nooit zoveel zijn afgewezen. De meeste deuren bleven zelfs dicht. De mensen waar we wel binnen mochten, dan was het dan wel gezellig. Maar in het algemeen, ik ben... Is het een voldoende? Ik denk dat ik ze, om ze te motiveren, een 5,4 geef. Oké, okay. Nou, je hoort het. Oud-Zuid? Sorry. Een 5,4. Doei. Tot ziens. Kattenspek. Doe ik niet? Kattenspek of kattenspek? Doe maar gewoon op. Goed.